Stadsdeel Laak organiseerde een bijeenkomst waar bewoners en bewonersorganisaties bestaande projecten konden evalueren en suggesties konden doen voor nieuwe plannen. Wat gaat er mis in Laak? Ik heb niks tegen de mensen, maar wat ik heel erg merk, mensen, en ik denk vooral de Poolse mensen, die niet echt goed weten waar ze met de vuil naartoe moeten, dat ze de honden op de straat laten poepen. En als je wat zegt, dan krijg ik te horen van, nou, dan gaat u naar de politie. En dan zeg ik, nou, oké, dan ga ik dat doen. Zijn er nog meer voor problemen in de spoorwijk? Ja, vernielen, je wordt vernieuwd. Er worden mensen die verkeerde dingen gebruiken, dat niet op straat mag. Ja, en dergelijke. Maar is er ook genoeg te doen voor jongeren zoals jij? Er is wel genoeg te doen, ja. Maar af en toe moet er meer aandacht aan besteed worden door de gemeente en dergelijke. Wat is nou het belangrijkste verbeterpunt in Laak? Schoner, toch? Ook de werkloosheid. En misschien kijken van dat je een wijkeconomie kan opzetten. Mijn functie als opbouwwerker is mensen ondersteunen, begeleiden en adviseren om hun ideeën te laten uitvoeren. Krijgt u ook een beetje hulp van de gemeente? Ja, ja, tuurlijk. We krijgen gewoon zo. Dit is een samenwerking met de gemeente. En het gaat gewoon goed. Het kan altijd beter, maar zo. Wat dan? Ja, dat meer bewoners betrokken worden zeg maar, bij de activiteit die worden georganiseerd. Wij ondersteunen de mensen. En de mensen zelf die hier wonen of die Molenbeek wonen, die weten wat eigenlijk nodig is. En wij faciliteren, ondersteunen en maken het gewoon mogelijk. Want u hebt de hele groep hebt u opgedeeld in. Hoeveel mensen waren er trouwens? Ik schat in 150 ongeveer. Die hebt u opgedeeld in vier subgroepen. Ja. Dat vind ik wel een heel goed plan eigenlijk. Ja. Nou, dat doen we vaak, want een goed gesprek voeren met de 150 mensen is lastig. Maar als je dat verdeelt in vier of vijf groepen, dan is dat wel te doen. En u hebt daar wel goede verwachtingen van? Ja, absoluut. Er zijn heel veel goede ideeën. Ik ga ze nu niet noemen, maar we gaan ze allemaal rubriceren en opschrijven. En ik ben heel trots en blij dat de opkomst groot is en dat er heel veel ideeën zijn gegeven vanavond.